Dit is het geheim van de afgebeten vingers. Een spannend verhaal over de oude stad Rome. En het geheim van de afgebeten vingers, dat gaat over een stenen beeld. Hier zie je het. In die oude stad Rome. Een stenen beeld met een wijd open mond die je vingers afbijt als je je hand erin steekt en liegt. En die mond van de waarheid, die bestaat echt. En hier is hij. Kijk, daar is nou de mond van de waarheid. Stenen haren, stenen ogen, een stenen neus en zoals je ziet, een wijd open mond. En die mond, zei ik, bijt dus je vingers af als je hand erin steekt en liegt. Nou, je ziet nu, het hek voor de mond van de waarheid is gesloten. En dat is maar goed ook. Want er lopen zoveel kinderen in Rome met afgebeten vingers. Maar hoe komt dat nou? Hoe kan het dat de stenen mond zomaar je vingers afbijt? Dat ga ik je laten zien. Kom maar mee. Nou, het was een heel eind lopen door Rome. Maar nu ben ik dan toch bijna naar de kerk waar het om gaat. De kerk van de Kapucijners. En onder deze kerk is het geheim van de afgebeten vingers te vinden. Want in een grot onder die kerk, daar hangt namelijk het geraamte van prinses Anna Barberini. Kijk, daar zie je er. Het geraamte van een prinsesje met een zeis in haar linkerhand, een weegschaal in haar andere hand. Later, in het boek, is ze zo geworden. Nou, dat prinsesje heeft dus alles te maken met de mond van de waarheid. Wat precies? Daarover gaat het verhaal. En ik zei dus, onder deze kerk, daar kun je er vinden, maar ik ga nu naar binnen. Maar jou neem ik niet mee, want ik weet niet of je dat wel aan kunt. Lees eerst het boek en besluit daarna of je nog naar Rome durft te gaan.